Ik ga nog wat vertellen over mijn kweekwerk. Eerst een stukje uit een oude vlog en daarna een aanvulling. Ik begin met het uitzoeken van de kruisingsouders. Ik heb er hier als voorbeeld even 8 op tafel gelegd om te zien wat de mogelijkheden dat er zijn. Na het kruisen komen de bessen aan. Die bessen zitten de zaden. Volgende jaar zaai ik zo'n 6000 zaden van 30 kruisingen uit. De plantjes verspreen ik en na een milde selectie houd ik er ongeveer 2500 klonen aan met 1 knolletje per plant. Per kruising blijven de knollen bij elkaar. Ondanks dat ze per kruising dezelfde ouders hebben, zijn ze allemaal verschillend. Het opvolgende jaar vindt er tijdens het rooien een behoorlijke selectie plaats. Van de 2500 blijven er ongeveer 300 over, die ik het jaar erop met 8 knollen gepoot worden. 4 voor pootgoed en 4 voor consumptie. De oogst hiervan wordt goed bekeken en getest. De derde en oudere jaars gaan met 20 knollen de grond in. Ze worden over 4 rijen gepoot. Twaalf voor pootgoed en 8 op een ruimere afstand voor consumptie. Het jaar erna gaan de goede ook naar handelsbedrijven. Die ze op meerdere plaatsen beproeven. De enkele overblijvers worden door de jaren steeds beter beproefd. En er wordt een vermeerdering opgezet. Er wordt meestal via miniknollen een gezonde vermeerdering opgezet. Als er na 10 jaar nog een goede over is, kan die aangemeld worden voor registratie en bescherming. Als het ras dan met succes geteeld wordt, komt er na een paar jaar licentie binnen. Als vergoeding voor het kweekwerk. Bedankt voor het kijken.